Welkom bij een nieuwe video van Team Benji. Mijn naam is Bemin en we zitten hier bij Albert. En Albert die heeft bij mij personal training gedaan en die is nu momenteel nog eigenlijk op vakantie eigenlijk. En we gaan een interview met hem doen. We gaan kijken wat zijn beleving is bij Team Benji. Dus stel je voor. Ik ben Albert Staal, ik ben 62 jaar. Ik ben getrouwd, 5 kinderen, 7 kleinkinderen, een mooi gezinnetje, totaal 17 mensen. Trotse eigenaar geweest tot oktober van Voortman Badkamer Keukens en Tegels in Pessen en Assen. 2 filialen. Dat hebben we over kunnen doen aan 3 kinderen van mij en een medewerker Arno. En die zijn nu eigenaar van het bedrijf. Waardoor ik in de situatie ben gekomen dat ik terug kan. Dat ik niet meer hoef te werken in feite. Dus dat ik alleen maar hoef te werken op het moment dat ik wil werken. En verder niet meer. Toen ben ik natuurlijk bij jou gekomen om te kijken van hoe hou je zo'n lichaam nu een beetje weer in vorm en hoe kan ik dat weer een beetje op orde maken. Ja. En daarvoor heb ik jou dan weer in het leven geroepen. Ja, maar waar liep je zelf tegenaan? Wat was jouw... Nou, de laatste 10 jaar, mijn verleden is altijd hard werken in een boerenbedrijf. Daarna in een aannemersbedrijf. ZZP'er in de bouw, noem het allemaal maar op. Altijd fysiek hard werken. Tot 10 jaar geleden dat ik hier eigenaar werd van Voortman. Toen kwam ik natuurlijk achter het bureau te zitten. En telefoon, telefoon, telefoon. Balen, praten, doen, maakt allemaal niet uit. Maar dan groei je in één keer 10, 15, 20 kilo. En die 20 kilo die krijg je er niet meer af. Want je beweegt niet, je doet niet genoeg. Toen ben ik begonnen met een eigen zwembad heb ik gekocht, dus ben ik gaan zwemmen. Daarnaast heb ik een jacuzzi waar ik dan nog even in kan het lichaam goed warm kan maken. En toen dacht ik van ik moet andere spieren gebruiken. Ik moet begeleid worden bij, hoe jij dat ook zegt, je spierbundels kijken. Waar liggen je problemen? Hoe krijg je dat fitter? Nou, toen ben ik bij jou gekomen en toen hebben we gezegd van nou, wat is het probleem? Links of rechtsom? Hebben we allerlei testjes gedaan en dingen. En toen heb jij een programma geschreven. Ja. En dat programma zijn we gaan volgen. En ik merkte direct al dat ik na 1 à 2 keer... dat ik veel meer ruimte weer in mijn kast kreeg. Want normaal zit je zo aan het bureau en je zakt maar voorover. Nu was ik meer weer... Ik denk, ik sta weer rechterop. Ja, gaf je ook aan. Plus dat die spiergroepen zoals jij die ziet en volgt in die personal training... zie je precies welke spieren moeten meer aandacht hebben. Of wie weigert of wie doet wat. En daar kun jij dan ook, wat ik heel fijn vind... is dat jij ook nog weer zorgt dat die spiergroepen... op een of andere manier gemasseerd worden. Ja, lekker het is, met de elleboog. Ja, dat is gewoon puur genot wat je dan ondergaat. Ja. Dan zeg je nou, ja, je krijgt nog net geen klap aan je kop. Maar, dan... ja. Maar je merkt wel dat het door de beweging eerst 1 keer te doen... en dan 2 keer verder en 3 keer weer verder te komen... Ja. Daardoor merk je dat je groeit. En dat hebben we volgens mij 2 keer in de week gedaan. Ja, 2 keer in de week voor bijna 2 maanden, denk ik. Ja, voor bijna 2 maanden. Maar ik merk echt dat ik er plezier van heb. En ook gewoon dat het gewoon echt lekker is. Ja. En dat ik daar echt wat mee kan. Maar toen ben ik dan 9 weken op vakantie gegaan. Ja. En toen dacht ik van ja, en even kijken wat er dan gebeurt. Nou, ja. Dan zie je ook wel weer dat je weer wat terugraakt. Hè? Dat je denkt van, oh ja, hoe gaat dat? Toen kwam ik weer thuis, toen ben ik weer gaan zwemmen en weer gaan organiseren met jou... om te kijken hoe we dat op kunnen zetten. En het belangrijke is dat eigenlijk het plan gewoon door wordt gevoerd... Ja. In combinatie met mogelijk voeding, maar zeker ook bewegingen, ja. Andere dingen... Ja. Dat we dat op orde krijgen... En ja. Ik moet ook gewoon kilo's kwijt. Dus ja. Dat moet ook gebeuren. Ja, want we hebben bij jou eerst natuurlijk voornamelijk gekeken echt op het stukje schouders. Je had last van je schouders. Zit een beroep. Overgewicht. En het plan was, wat we hebben gedaan, inderdaad testjes. Kijken, welke beweging kan je absoluut niet? Welke beweging kan je wel? En focussen eerst op 1 ding. En dan komt de rest wel later. Ja. En wat vond je dan uiteindelijk... fijn in dat uurtje in de begeleiding, zeg maar. Dat je dacht van, Bim staat er nu. Hij benoemt me wat, zegt me wat. Maar hoe kwam dat over?
Nou, het mooie is dat je alles kunt bespreken met z'n tweeën. Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Waarom pak je die spiergroep? Waarom zet je hierop in? Waarom zet je daarop in? Of hoe kunnen we met elastieken bepaalde dingen triggeren? En dat is allemaal goed bespreekbaar. Plus dat je daar dan ook weer je vruchten van plukt. Dat je verneemt dat het beter gaat. Ja. Op het moment dat je komt en op het moment dat je weggaat, verneem je behoorlijk verschil. Alleen daar moet aan gewerkt worden om dat continu los te houden. En ja, vooral dat persoonlijke, gewoon één op één. Als ik in een groep kom of ik kom weer in zo'n sportschool of wat ook. Is niks voor mij. Nee. Want dan heb ik mijn gedachten allemaal bij andere dingen. Behalve bij wat je moet doen. Ja. En dan helpt het je niet. Nee. Dus jij bent wel, één op één vind jij het fijnst. En hoe is dat voor de rest gegaan tijdens jouw 9 weken vakantie eigenlijk? Hè? Want je gaf wel aan, hè, je stopt 9 weken. En de meeste mensen denken dan ook van, ja, dan komt het weer terug. Is natuurlijk logisch dat het weer een beetje terugkomt. Maar wat ervaarde je zelf? Kwam het helemaal terug of helemaal niet? Of, nee, want in principe was het zo dat ik op vakantie steeds meer het gevoel had dat ik die pijn in mijn schouders enzovoort niet meer had. Maar daar moet ik ook eerlijk bij toegeven dat er verschillende dingen ook weer mee gaan spelen. Als je in Marokko heb je bijvoorbeeld luchtvochtigheid van 0. Ja. Er gebeurt helemaal niets. Er zit geen damp, niks in. Dus als je daarnaar kijkt, dan hebben je longen ook andere inhoud. Ja. Dus ik kon normaal nooit een berg oplopen en nu sjouwde ik zo omhoog. Ja. Gewoon zeggen, heb je puffje bij je? Nee, ik loop zo omhoog. Ja. Nou, dat waren ook wel ervaringen in combinatie met dat ik mijn benen had getraind en mijn spieren in mijn lichaam had getraind. Waardoor je rechterop loopt, stabieler loopt en toch weer bepaalde stappen maakt. Ja. Nu weer terug in Nederland, zeg ik van ja, we zijn weer in het Apeland. Het is allemaal weer vocht. Benauwdheid slaat weer toe op mijn longen. Dus dat heeft dus toch alles ook te maken met weer en met het klimaat waar we hier in Nederland hebben. En de spieren verneem je ook weer, dat toen ik weer ging zwemmen, dat ik dacht van, oh ja, dat moet ik wel even weer op gaan bouwen. Hè? Ja. Eerst weer 10 minuten, 20 minuten, een half uur, 3 kwartier. Dus daar ben ik nu ook weer mee bezig. Maar ja, helaas, want dat heb ik ook met jou besproken, ga ik alweer weg. Dus ja, dat is een beetje lastig. Ja. Hè? Maar daarom heb ik ook dingen meegekregen van je, dat ik zeg van, nou, dit kan ik dingen doen. Bepaalde trainingen kan ik gewoon blijven doen. Ja, ja. En voor welke mensen zou je het eigenlijk adviseren om, is dat niet bij mij, is dat ergens anders natuurlijk, maar om uiteindelijk wel een begeleiding te nemen of wat gaat? Nou ja, ik ben ondernemer, ik heb altijd hard gewerkt. Fysiek hard gewerkt, maar ook daaromheen hard gewerkt. En dan zie je dat je geen tijd neemt om te sporten. Dat je geen tijd neemt om je lichaam te onderhouden. En dat is normaal, vind ik, voor een ondernemer. Want ja, anders als je wel in een fabriek gaan werken, dan kun je de halve dag wat anders gaan doen. Ja. Maar goed, in ons vak vond ik dat niet. Vond ik niet. Dus dat houdt in dat je veel te veel tijd spandeert aan je bedrijf en andere dingen, maar niet aan je lichaam. Nee. Nou, en wat is dus het advies? Als je tijd, ruimte en mogelijkheden hebt, laat je persoonlijk trainen door iemand die er verstand van heeft. En dat vind ik wel dat jij dat hebt. Want we plukken daar duidelijk de vruchten van. Ja, mooi. Dankjewel. Ja. Ik denk dat ik ook geen woorden meer aan vuil ga maken. En gewoon een mooie einde eraan ga breien. Want ik de afsluiting denk dat het top is. Nou ja, maar je maakt nu ook weer mooie stappen. Weer de zaak op pimpen beter, mooier, klaar. Ja. Dus ook qua onderneming zie ik dat je groeit. En dat is een mooi doel. Ja. En ik hoop dat je heel veel succes hebt in je leven. En ik kom zeker terug. Nadat we weer terug zijn in Nederland, dan gaan we, mijn vrouw en ik, geven ons samen op. En dan komen we met z'n tweeën. Want we zijn er eigenlijk allebei wel aan toe om goed getraind te worden. Ja, dankjewel. Ja? Ja, super. Wat zo. Dankjewel, ja, jongen. Dank mooi, je wel. Mooi. Ja. Dankjewel. En jullie allemaal bedankt voor het kijken. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En we vergeet niet, goed eten. Toi, toi. En erbij, hè. Opa. En laat je trainen. Geef je lichaam de spirit om weer goed fit te blijven. Dankjewel. Bedankt.